Wat zijn nou de best verkochte PC's op onze website? En misschien nog wel belangrijker, ben ik het met jullie eens? Doen jullie je huiswerk wel goed voordat jullie een PC bestellen? Ben jij benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Of ben je gewoon op zoek naar een PC van tussen de 1300 en 1600 euro? Spoiler, dat zijn de meeste. Blijf dan kijken. Tot zo. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming. En ter ere van onze pre-summer en summer sale, meer info op onze website, link in de beschrijving, ga ik met jullie eens even kijken welke samenstellingen wij nou eigenlijk het meest verkopen. Ik heb hier zelf ook nog nooit naar gekeken, dus voor mij is het ook allemaal nieuw. En raak je geïnspireerd door deze video, dan kun je een van die modellen misschien wel extra scherp geprijsd scoren. Als de actie nog loopt op het moment dat je dit kijkt. Goed, klein beetje uitleg vooraf. We hebben bij Redux Gaming geen configurator. Waarom niet, denk je? Omdat we de beste configurator op aarde aan het bouwen zijn, maar dat kost helaas tijd. Hij komt er dus wel degelijk aan. In plaats daarvan hebben we gewoon heel veel modellen, waardoor er toch voor ieder wat wils bij is. Laten we eens even kijken wat jullie favoriete modellen blijkbaar zijn. Op nummer 5 staat de Redux Gamer Entry, het goedkoopste model op onze website. Waarom is hij zo goedkoop? Omdat er geen videokaart in zit. Is dat per se slecht? Nee, zeker niet. De CPU in deze PC heeft namelijk een relatief snelle geïntegreerde videochip waar je best wel wat games op kan draaien. Het beste deel is de CPU zelf. Dat is een 8-core chip met Zen 2 architectuur. In principe vergelijkbaar met een 3700X. En ik kan je vertellen, dat is helemaal geen slechte CPU. Heel veel collega's hebben hem zelfs nog. Deze PC is dus super geschikt om later een videokaart bij te prikken. Let wel op dat er een 500 watt voeding in zit, waardoor ik niet meer dan een 3060 zou aanraden. Tenzij je natuurlijk ook de voeding wilt upgraden. Verder heeft de Entry maar 8 gigram, die je natuurlijk wel kunt upgraden naar 16. Dat kun je op de website doen door dat te selecteren bij uitbreiden. Of je doet het thuis later zelf. Ten slotte heeft hij... Oh, ik heb jeuk. Ten slotte heeft hij een 240 GB SSD. Een PC met veel potentie dus, maar out of the box is hij in games niet de snelste. Ik ga gewoon eerlijk zijn. Wel is hij heel geschikt als werk- of kantoor-PC door de vlotte CPU. Zeker geen slechte instapper voor mensen met een kleiner budget dus. En nogmaals, als je denkt ik wil nu een PC, maar ik heb nu nog niet superveel geld, koop hem, duw er later een 3060 bij en je hebt een fucking dikke game PC. Op nummer 4 staat de Redux Gamer A230. Deze PC beschikt over een Ryzen 7 8900X 8-core processor en een RTX 3060 Ti voor super hoge prestaties op dit prijspunt. Verder beschikt hij over 16 GB werkgeheugen en een PCIe 3.0 SSD van 1 TB. Op dit systeem, dat op dit moment net geen 1600 euro kost, kun je alle moderne games spelen op maximale instellingen in combinatie met een 1440p of 1080p monitor. 4K is nog net iets te veel voor hem, maar gelukkig komen 4K-monitors ook nog niet zo heel veel voor. Ja, eigenlijk is 1440p op dit moment gewoon de sweet spot. Op nummer 3 staat de Redux Gamer A130 met een Ryzen 5 5600X en een RTX 3060. Super geschikt voor alle moderne games op 1080 en 1440p. Hoewel ik deze PC vooral zie als een zeer gunstig geprijsde PC voor competitieve games als Valorant, CSGO en dat soort games. Dat omdat de 5600X heel geschikt is voor dat soort games in deze prijsklasse en de 3060 hem in dat soort games ook prima bijhoudt. Dat betekent natuurlijk niet dat je er alleen dat soort games op kunt spelen, hè? Dat lijkt me logisch. Ik zeg alleen dat als je niet dat soort games speelt, dat je dan beter een iets tragere CPU kunt nemen en een iets snellere kaart. Maar waarom kom ik zo op terug? Ik dwaal weer af. Sorry, André. Scroll maar. Iets verder nog. Verder. Bij verder. Sorry. Dat is heel onduidelijk. Bij verder moeten we zijn. Dus je moet niet verder scrollen, je moet terug. Je moet verder naar boven tot verder. Het woord verder, ja. Verder beschikt hij over 16 GB werkgeheugen en een PCIe 3.0 SSD van 1 TB. Op nummer 2 staat de Redux Gamer A220 met een Ryzen 7 4700G en ook weer een 3060. De 4700G heeft in principe 2 cores meer en zou dus sneller moeten zijn. Maar laat je niet foppen! In competitieve games zoals Valorant en CSGO, die ik net noemde, is de 5600X sneller. En ben je dus beter af met een A130. Verder is het vrijwel dezelfde PC eigenlijk. Nou, en dan op nummer 1. Wat is nou onze meest verkochte PC? Dat is de Redux Gamer i130. En eerlijk gezegd verbaast het me ook niet heel veel. Ook deze beschikt weer over een 3060. Maar deze keer in combinatie met een Intel Core i5. Een CPU met supergoeie gameprestaties voor de prijs. Verder is deze PC ook weer vrijwel identiek aan de vorige twee modellen. Maar hij is gewoon iets goedkoper. Dus redelijk logisch dat hij dan ook iets beter verkoopt. Goed, dat waren onze best verkochte PC's. Maar wat vind ik
daar nou van, wat jullie kiezen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, nou, ik ben wel trots. Ik ben wel trots op jullie. Het is duidelijk dat onze klanten begrijpen dat een PC tussen de 13 en 15, 1600 euro meestal gewoon de beste deal is. Op dat prijspunt heb je de beste prijs-prestatieverhouding en zit je, bij ons in ieder geval, met een PC die makkelijk alle moderne games draait op 1080 of 1440p. In de meeste gevallen is dit een i5, een Ryzen 5 of een Ryzen 7 met een 3060 of een 3060 Ti en dat is natuurlijk allemaal supersnelle hardware. Alleen die entry valt hier natuurlijk buiten, maar die kost dan ook maar 500 euro op het moment van schrijven. Wat opvalt is dat alle PC's op de entry na uit onze Redux Gamer lijn zijn. Dat zijn PC's zonder verdere benaming zoals Advanced of Extreme of al die andere die we hebben. De Redux Gamer modellen hebben we eigenlijk samengesteld voor mensen die zoveel mogelijk performance willen voor een zo laag mogelijke prijs. We krijgen vaak opmerkingen in de trant van jullie moederborden zijn slecht of waarom geen PCIe 4.0 SSD. Maar die opmerkingen zijn totaal onterecht, want we verkopen ook gewoon modellen die dat wel hebben. De Redux Gamer modellen hebben die toeters en bellen gewoon niet nodig. En als je ze mist, dan is dat model dus ook gewoon niet voor jou samengesteld. Je krijgt gewoon de beste prestaties voor je geld. Punt. En daarbij houden we vaak ook niet in op de RGB-verlichting, dus de mensen die daarvan houden, die hebben dubbel geluk. Voor de mensen die wel van toeters en bellen houden, zijn er bijvoorbeeld de Advanced, Extreme of Mac-specifieke modellen. Check bijvoorbeeld deze Corsair Gamer A100, super vette case, waterkoeler, een Asus TUF moederbord en een super degelijke RM650 voeding. Verder heeft hij een 5600X en een 3060 en hij kost 1949 euro. Als je dezelfde CPU en videokaart zou kopen in een Redux Gamer model, kostte het je letterlijk 600 euro minder. Zetten we jullie dan af met zo'n Corsair model? Nee, zeker niet. Die heeft een duurdere case, een duurdere voeding, een duurder bord, een duurdere kaart, een waterkoeling van 150 euro en ga zo maar door. Je koopt dus meer kwaliteit ten koste van prijs-prestatieverhouding. En dat is super normaal en super logisch. 1300 tot 1600 euro is dus de meest populaire price range. 1300 tot 1600 euro is de meest populaire price range. Ben je op zoek naar een game PC in die prijsklasse? Dan heb ik nu een aantal tips voor je. Ten eerste, gaat het jou bij games om de graphics en speel je veel zware games, dan is het simpel. Als je de PC kiest met de beste GPU die in je budget past, dan ga je daar de meeste performance uithalen. Dit is nog extra het geval als je ook nog op 1440p of 4K wilt gaan spelen. Hoewel ik 4K nog niet echt zou aanraden in deze prijsklasse. We hebben zelfs een PC onder de 1600 euro in ons assortiment met een 3070 Ti. Ja maar Gijs, dan zit ik met een 10th Gen i5. Ja, dus je gaat toch grafisch zware spellen spelen? Hoe zwaarder een game grafisch is en hoe hoger jij de graphics zet, hoe minder belangrijk je CPU wordt. Geloof je me niet? Ik heb een hele video over CPU bottlenecking, dus check die zeker even. Link in beschrijving. Aan de andere kant van het spectrum heb je mensen die zoveel mogelijk FPS willen halen in bijvoorbeeld Fortnite, CSGO, Valorant en dat soort spellen. Dat zijn grafisch hele lichte spellen en je zet ook nog de graphics lager. Tenminste, de meeste mensen die ik ken die dat soort spellen spelen, zetten de graphics zo laag mogelijk om zoveel mogelijk FPS te halen. Je snapt dus, hoop ik nu, dat juist de CPU hier belangrijk is. Kies dan dus iets met een 12th Gen i5 of een Ryzen 5 of 7 uit de 5000 serie. Neem geen Ryzen 5 of 7 uit de 3 of 4000 serie, want die zijn voor dat soort games gewoon minder geschikt. En ja, het klinkt raar, maar een Ryzen 5 5600X is dus beter dan een Ryzen 7 3800X voor dit soort games. Knoop dat nou goed in je oren alsjeblieft. Ik ga het waarschijnlijk nog heel vaak moeten zeggen. Ja, maar het nummertje is toch hoger? 7 is toch beter dan 5? Ik weet dat de meesten van jullie het weten ondertussen. Ga niet op basis van wat ik nu zeg een PC bouwen met een i9 en een 1030, hè. Het moet wel een beetje in balans zijn natuurlijk. Doe je eigen research, het is jouw geld. En ja, dat is een beetje de sleutel als je het mij vraagt. Balans. Ik persoonlijk heb geen super heftige voorkeur voor singleplayer spellen met mooie graphics of online spellen waarbij ik veel FPS wil hebben. En veel van jullie waarschijnlijk ook niet. Daarom is het naar mijn mening altijd verstandig om gewoon een middenweg te nemen. Nou, wat is dan bijvoorbeeld een PC die ik zou kiezen met een budget van 1300 tot 1600 euro? Nou, ik denk ten eerste dat ik sowieso voor een 3060 Ti zou gaan in dat budget. Dat is gewoon echt een topkaart qua prijs-prestatieverhouding.
Nou, dan hebben we nog 7 keuzes over. Even kijken, i5 10th gen vind ik net te weinig. Dus dat wordt een Ryzen 5 5600X dan. Of een i5 12400F. Maar dan betaal ik wel 50 euro meer. En heb ik geen custom cooler en geen RGB. Dan gaan we voor de 5600X. Maar goed, de 12400F, je moet het zelf weten. Laat weten in de comments wat jij zou doen. Tada! De Redux Gamer A140. Even kijken, staat hij in jullie top 5? Nee! Dat is zonde, want deze PC is sneller voor gaming dan de A230, die wel in jullie top 5 staat. Terwijl die 80 euro duurder is op het moment van schrijven. Waarschijnlijk staren veel van jullie je blind op die Ryzen 7. Terwijl die dus minder snel is in games dan een 5600X. Knoop dat nou eens goed in je oren. Een i7 is niet per se beter dan een i5. En een Ryzen 7 is niet per se beter dan een Ryzen 5. Dat was de laatste keer dat ik het zei. Allright, nou, ik vond het leuk om eens gezien te hebben welke PC's jullie het meeste kopen. En daar eens wat conclusies uit te trekken. En jullie vinden me misschien een klein beetje mierenneuker. Maar over het algemeen zijn jullie gewoon lekker bezig. Vond je dit een leuke video? Drop dan even een likey en vergeet niet te abonneren om nooit meer een video te missen van Redux Gaming. Check de pre-summer sale of summer sale als ze nog bezig zijn. Link in beschrijving. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel. Doei. Is nep. Of ja, nep. Het is een echte cooler, maar er zit geen camera aan vast. Doei.